Oh. Oh my god, mest. Vandaag is maandag. Dus zeg. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pip. Hoppa, nieuwe dag, nieuwe vlog. Goed, we zijn dus nog altijd in Mallorca. Anouk is daar aan het klaarmaken. Ik heb mij ook net klaargemaakt. En vandaag gaan we... Het is like nog allemaal niet zeker wat we allemaal een beetje gaan doen. Maar we gaan ons eens beginnen met nog een keer naar de begraafplaats te gaan van mijn grootvader. Naar het kerkhof. Omdat als we daar geweest zijn, waren er cijfertjes en lettertjes van het gedenksteentje. Zeg je dat zo? Het gedenksteentje waren er like versleten en het was kapot. En mijn pa heeft een speciaal stift en mijn pa dat een beetje gaan corrigeren. Dan daarachter, juist naast de kerkhof, is er een Lidl. En ik wil gewoon een keer binnen gaan in de Lidl voor wat ze daar allemaal verkopen. Waarom? I don't know. Ik ga ook niks kopen, want we hebben geen frigo, dus ik kan niks kopen. We gaan wel een fles water kopen, dat wel, maar we hebben geen water meer. Maar ik wil gewoon een keer in de Lidl gaan, gewoon voor een keer te vergelijken. Voilà, dat is het. En wat we dan gaan doen, weet ik niet. Waarschijnlijk komen we dan terug naar Totaal. Ah ja, we gaan ook naar die speelgoedwinkel. Ja, naar Toys R Us. We gaan ook een keer gaan. Ja, een keer naar dat winkelcentrum. Dat gaan we doen. En dan, dus we zijn elke keer al naar daar geweest. Voor alles te gaan bezichtigen. En misschien vanmiddag dat we een keer naar daar gaan. Voor alles te bezichtigen. Dus dat kan zijn dat we dat ook gaan doen. Maar hey, weet wel, we gaan het wel zien, hè, mensen. Allee, tot ziens, hè. Yo! Voilà, we zijn de zusters binnen geweest in de Lidl. Veel goedkoper was er niet. Wel, like de boterkoeken en al, dat was wel allemaal goedkoper. De wijn was ook goedkoper, maar al de rest was al zusterzaamste van prijs. We zijn nu op groot rond punt en we zijn aan het proberen voor een taxi te doen stoppen. De zusters hebben andere mensen hier ook zien een taxi stoppen met 2 minuten tijd. Dus ons moet dat ook lukken. Hè? Toetje, toon maar een keer de bel. Het gaat rap. Hij had rap resultaat en Alleen passeren. Ja, het moet wel alleen passeren natuurlijk. Hij ziet dat er een andere stopt. Allee. Maurice, ja? We hebben hier weer iets gezien, hè, voor u. Kijk hier. Hela, als dat niet cool is. Maar ik wou hem kopen voor u, maar ja,
Het is te groot. Ik krijg hem niet in mijn koffer. Dus ja, je gaat zelf een keer moeten komen naar hier, hè, Maurice. Je moet maar vragen aan je pa. Je pa is facteur en je pa gaat dat wel regelen. Voilà, zie mensen. We zijn al een stukje verder in de dag. Dus we hebben zo een beetje geweest gaan shoppen. We zijn ook naar de Jack & Jones geweest. En daar hadden ze dus allemaal andere t-shirts dan eigenlijk in België. Ik heb me daar één t-shirt gekocht. We zijn toen daarnaast, was het New Yorker, of wat ik noem het, zijn we geweest. Maar ja, dat was meer zo, eigenlijk alles voor Zoe. Ja, meer voor jonge gasten en al. Was niet echt mijn ding. Dan zijn we nog naar de McDonald's geweest. Ik heb daar een hamburger gegeten, dat ze ook niet hadden in België, maar ik had eigenlijk vergeten film. Dat was een double. Goh, wat was dat nu weer? Weet jij nog? Ja, het was dus zo'n hamburger. Er zaten twee hamburgers tussen en er zat nog een keer mozzarella sticks ook tussen. En van alles en miljard. Ik heb gewoon enkel die hamburger gegeten en ik zat zo vol als iets. We zijn dan thuis gekomen en dan een beetje geslapen en ook even een beetje meer geslapen. Dan hebben we naar het toilet geweest, alles tot in detail. En dan hebben we ons klaargemaakt en nu wil Anouk niet meer wandelen, Anouk wil op het strand liggen. Nu gaan we naar dat klein strandje gaan, maar ik heb eigenlijk geen zin om aan het strand te liggen, dus we hebben afgesproken, we gaan eerst naar het strand gaan, we gaan haar gaan installeren. En dan gaan we, maar ik ga best gaan wandelen. Dus zij gaat een beetje lijn en ik ga wandelen. Voilà, dat is een goede deal, hè? Ja. Goede deal. Allee, tot z'n biet, hè? We hebben dus juist een goed koffietje gedronken. Ik heb een cappuccino met slagroom gedronken. Maar nu moeten we weer naar boven. Like elke keer trappen, trappen, trappen. Zoveel trappen dan hier zijn, dat is niet normaal. We gaan het goed voelen in onze poepspieren. Dus dat wil zeggen dat we goed gaan kunnen. Niks zeg ze. Voilà, trap 1 gedaan, trap 2 gedaan, maar nu, dat is de zwaarste van allemaal. Dat is echt de ogen, hè. Voilà. Dat is echt een lastige. Hoe vind je dat met me al gedaan hebben? Maar het is langs de twee kanten lastig. Want hier is lastig met een trap, maar aan de andere kant is het gewoon heel, zo heel steil, maar het duurt zo lang. Het is altijd weer even lastig. Hé? Hey? Ja, en dat doe, ja, ik vind eigenlijk de trap nog best van al, maar ja, toch. Oeh. En alles is een betere conditie, hè. Allee.
En daar gaan we weer. Ondertussen is het 9:45 en ik ben gewoon kapot. Ik ben zo moe als iets. Wij gaan naar ons bedje. We hebben ondertussen al gegeten en we hebben nog een beetje Uno gespeeld. We hebben nog gewoon op het gemakske gedaan. Ik ben echt mega moe. Morgen is de laatste dag dat we hier zijn. Dan de woensdag ochtend gaan we naar huis. Dus gaan we morgen nog een keer een goede dag van profiteren voor zoveel mogelijk nog te doen, denk ik. Dus ja. Dus, het is nog niet gedaan, hè, mensen. Het is nog niet gedaan. Goed, allee. Mensen, allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. Salutjes, hè. Yo.